En nu volgt voor ADO, dat is afgezakt van plek 6 naar plek 11 op de ranglijst, een vrij weekend. Omdat de komende week het Nederlands elftal gaat strijden om een laatste kans voor rechtstreekse deelname aan het EK voetbal volgend jaar in Frankrijk. Vandaag zijn er de spelers bij elkaar gekomen in Noordwijk. Daar is ook verslaggever Herman Nanninga. Ja, Herman, twee cruciale EK-kwalificatiewedstrijden. Donderdag tegen IJsland en zondag in en tegen Turkije. En dat ook allemaal nog eens onder leiding van een nieuwe bondscoach, Danny Blind. Is die spanning al voelbaar daar in Noordwijk? Ja Bart, nou, er zal wel degelijk sprake zijn van spanning bij de spelers van het Nederlands elftal. Die spanning is trouwens ook merkbaar bij de Nederlandse sportpers. Want iedere keer als er een auto aankomt hier, dan dromt iedereen samen om die auto om te kijken wie eruit komt van achter dat vaak geblindeerde glas. De spanning is merkbaar. Niet verwonderlijk ook, want het zijn cruciale wedstrijden tegen IJsland en Turkije. Er moet gewonnen worden, want de kwalificatie voor dat EK in Frankrijk staat wel degelijk op de tocht. Toch stralen de meeste spelers rust en vertrouwen uit. Nou, eigenlijk ben ik vrij rustig. Ik bedoel, er moet gewonnen worden, dat weten we allemaal. En daar gaan we ook voor. We hebben er heel veel vertrouwen in. Waar komt dat vertrouwen vandaan? Omdat we heel veel kwaliteit hebben. Ja, maar die kwaliteit is er nog niet helemaal uitgekomen de afgelopen wedstrijden. Ja, maar goed, dan laten we hopen dat het er dan wel uitkomt dan. In percentage, hoe groot is het geloof bij jou op kwalificatie uiteindelijk? Bij mij is het heel groot. 100%? Ja, zeker weten. We spelen nu tegen IJsland thuis. Ja, dan gaan we gewoon vol voor de winst. Ook Turkije uit. Thuis worden we 1-1. Uit kunnen we ook gewoon winnen. Dat moeten we gewoon aantonen. Als we alles winnen, hebben we alles in eigen hand. Dus, Durf je 100 te zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, redelijk ontspannen. Zo ogen dus de spelers van het Nederlands elftal. Ze stralen vertrouwen uit, maar reken maar dat het ergens in uw onderbuik toch wel een beetje kriebelt. Misschien wel een lichte knoop zit. Want iedereen is er terdege van doordrongen dat de wedstrijden donderdag tegen IJsland en zondag uit tegen Turkije van het allergrootste belang zijn. Opvallend vandaag trouwens nog de entree van Memphis. Een grote man tegenwoordig in Manchester. Nou, zo kwam hij hier ook aan op Huis ter Duin. Als een soort Michael Jackson kroop hij uit de auto. Wilde met niemand praten. Hij gaf een knikje en daarna was het naar binnen. Nou, nu de komende dagen trainen op de velden van Quick Boys. En dan dus donderdag. Eerst die thuiswedstrijd tegen IJsland.